We staan hier aan de Jongkindstraat in Rotterdam en omstreeks 10:30 vannacht hebben we een melding gekregen van een steekpartij. Zeer waarschijnlijk is er een ruzie voorafgaand heeft plaatsgevonden en is daarbij gestoken. Eén slachtoffer is zwaar gewond en die heeft het ook uiteindelijk niet gehaald. Dus die is helaas overleden. Twee zijn allebei naar het ziekenhuis vervoerd. Waarvan één van de twee is nu ook aangehouden in het ziekenhuis. De overleden slachtoffer gaat om een 27-jarige man uit Rotterdam. En de aangehouden verdachte / slachtoffer, dat is een 38-jarige man uit Rotterdam. Op dit moment zijn mijn collega's onwijs druk bezig met het sporenonderzoek, met het uitvragen van getuigen. We zijn heel hard op zoek naar mensen die iets weten, iets hebben gezien. Laat het alsjeblieft weten aan ons. We kunnen die informatie onwijs goed gebruiken in het onderzoek.